What? What? Are you serious? Yo, gasten, leuk kijken aan de nieuwe aflevering van Fifa 16 Carriere. En ja, vorige keer was een beetje een kut begin natuurlijk. Ik word gelijk al als leenspeler neergezet. Dat is quite fucked up. En Oh, nee. Maar laten we gewoon verder gaan. Want vorige keer was gewoon fucked up. Leenaanbieding. Vanmorgen heb ik een leenaanbieding voor je ontvangen geaccepteerd van Blackpool. De levensperiode is tot eind van het seizoen. Tenzij we een feitje toch terughalen. Overweeg alsjeblieft het bod en laat me snel weten of ik accepteer. Weet je wat? We accepteren het gewoon. We doen het. Welkom bij het team. Dus, Oké. Dat komt voor elkaar. Autumn at Ned and Lady. Oké. Ja. Oké, goed. Maar let's go further. Goed clip in land. Ik weet het niet. Alright, relax. Vraag je of er nog wat gaat gebeuren? Ah! Is dit gelijk over met Ledic? Maar als je go for it. Dat is kut, fucking. Sorry dat ik er hoor. Team. Oké, wat is de bedoeling? Oh, wow, I get it. I don't get it. It's all wrong. Yeah, skip this. Fuck it. Alright, let's get the ball a little bit to the back. En pass it. Zodat we hierheen kunnen passen en dan daarheen en dan die kant op. Ah, what the fuck? Waar ben ik mee bezig? Nee. Sorry. Dat is al een kut begin weer. Maar dat gaat niet gebeuren voor deze aflevering. Tenminste, niet vaak. Het zal vast nog wel eens een keer iets doen zijn in deze wedstrijd. Ja, ik kan het al veel beter. Ik ben al veel beter gewend aan de besturing nu. What the fuck, ouwe! Volgens mij. What the fuck? Dat was mijn schuld niet. Ik richt hem niet aan hier. Dit keer. Voor deze ene keer was het niet mijn fout. Sorry hoor, maar dit kwam niet over mij. Of ik moet gewoon zo blind zijn dat ik gewoon niet kan richten. Maar zo scheel ben ik nou ook weer niet. Oké, die laatste opmerking neem ik terug. Ik ben wel hard zo. En fucking slecht. In verdedigen. Ik ben überhaupt fucking slecht. Maar ik ben een middelmatig FIFA speler. Zo mag ik mezelf niet benoemen. Want ik ben niet heel slecht. Oh, ik zie hem die verdedigers dan passeren. Ja, zie hoe die dat doet dan. Oh. Such a close call.
Schön voor das Ball. Wat de? Waar ben ik mee bezig, jongens? Ik. Corner. Go for the corner. En we gaan hier. En go. Nee. Ik zag hem alleen dat ik zeg dat we erin gaan, hoor. Wat? Nee! Nee! Man, hé. Hey. Wat de? Dit ga je gewoon echt serieus in nemen. And there he goes. Oh! Hoe fucked up was dat? Such a close call again. Oh, see who I that do then. Oh, ik doe het. Ik weet als eerste te scoren met mijn eigen speler. Zal ik deze wedstrijd kunnen winnen. Mooi debuut bij Blackpool. Ik stond al klaar om weer van het scherm weg te vluchten, want maar gelukkig was het dus mis. Hij zat wel lekker mijn spelertje. En ik probeer echt zoveel mogelijk met mijn scoren, aangezien natuurlijk wat de fuck was dat. Hoe de fuck kreeg ik dat voor elkaar? Laat gaan. Maar ik wil natuurlijk zoveel mogelijk met mijn eigen spelers scoren. Gewoon zodat ik het goed doe bij clubs, wilde ik zeggen. Voor ik weer zo'n mooie faal maakte. Nou, 1-0. Eerste helft voorbij. Had slechter gekund. Ik had 1-1 kunnen staan weer. Ik ga er even met, dat zeg ik zelf. Alright. En de wedstrijd staat weer, de tweede helft. We gaan erin. En. Oké, Norris, Norris. Nee, dus. En. Nee, holy shit. Oké, en. Als dit zo doorgaat, denk ik niet dat ik een contract ga krijgen bij. Wat was ons doel ook alweer? Ik weet het niet meer. Had ik daar een beurt op gehad? En natuurlijk gooi ik er weer eentje in. Oké. Dit ziet er al beter uit. Het gaat beter dan het eerst ging. Sorry dat ik al die dingen doorlukken hoor, maar dat is niet zo spannend. Voor jullie niet, van mij niet dus. Dan hoeven we het ook niet te doen. Oh wow. No, go away. Oh. Oké, ik wou zeggen. Wacht, daar had hij eigenlijk een kaartje voor gegeven, denk ik. En. Ik had geen eens op de knop gedrukt en hij schoot al. Maar oké. Hij zei. Hij zei hello!
Hello, I say hello, hello. La 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 la. Say hello, hello. Just say hello, hello. What? But oh, bij de speelfilm. Nee, wat? Het zo. Die had ik even gemist. Als jullie snapten wat er gebeurde. Of dat we inderdaad bij het spel geweest zijn. We hebben nog sterkelijk aangezien nog niet dicht in de buurt. Ah! What the fuck was dat? Wat was dat voor een kopbal? Hij moet naar het doel toe, hij moet niet de andere kant op, hè? Jeetje, mine jij! The ball. Oeh, ik dacht serieus dat die erin zou gaan. Maar die ging er niet in, dus dat is mooi. Oeh. Volgens mij is hij voor mij in ieder geval. What the fuck? Waarom gaat hij er dan zo dom achteraan rennen om hem tegen te houden als zij toch in mogen gooien? Die logica snap ik niet. Waarom zou je die tegenhouden? Maar kijk, ik heb de bal voor. Ik heb weer bal bezit, dus I don't fucking care eigenlijk, maar. Oh. I say hello. 3-0! Chris Flickerton. Dank u, Sjeun. Oké, joh. Oeh. Ach, weet je, ik zou hem nu toch wel kunnen hebben, maar toch is het leuker als je geen doelpunten tegen hebt. En wie me daar ongelijk in wil geven, doe je best. Maar uiteindelijk heb ik wel gelijk, want het is altijd leuker om te winnen zonder doelpunten tegen. Oh, jammer, bijna 4-0. Eerst moet ik me best om die bal voor het doel weg te halen en nu realiseer ik me dat het best een makkelijke ploeg is om van te winnen. En op dat moment werd het 3-1 gescoord. Ik had mijn bek moeten houden. Oké, I say hello. Say hello. Oké. Gaat hij hier mooi de verdedigers passeren? Oh nee, het was te mooi geweest als dat ging lukken. Dat was gewoon te mooi geweest. Het is me wel aan aangekeerd van het buitenopname zomaar. Maar dat was het voor deze wedstrijd. Eigenlijk zijn we voor mij pas net bezig. Ik zeg, we gooien er nog een wedstrijdje achteraan. Ja, we knullen er nog een wedstrijd achteraan, vind ik. Oké. Beoordeling was 7,8, dat is slecht gekund natuurlijk. Redelijk eigenlijk. Oh, wow, ik werd gewoon een verkeerde klas weg en nu moet ik verder gaan. Maar we hebben tenminste onze eerste wedstrijd binnen. Dat is nice. We zitten nu meer bij Excelsior, we zitten nu bij Blackpool en als het goed is het een stuk beter. Maar ik ben nog steeds niet zo goed erin, maar Blackpool is voor mij een redelijk goede ploeg, als ik het goed heb. Een bekerwedstrijd, daar beginnen we gelijk al mee. En, weet je? We gaan er tenminste gelijk al mee. Eén tweede wedstrijd gaan doen. Voor deze ene keer. Omdat het lijkt best op elkaar, maar ik kan het wel uit elkaar halen. Gewoon deze ene keer. Misschien wordt de aflevering iets langer. Maar. Maak slijm om de bal te veroveren. Oké, hij zet dood voor dit.
Hij fixte het wel. Oh, wauw. Oké. Nou, we gaan gewoon beginnen, want dit zag er niet uit. Ik sta hem al op. Oké, ik ben... We gaan niet weer zo'n begin krijgen, hè. Van, zij hebben weer balbezit. Sjalalalali, we gaan weer naar het bal. Dit keer wil ik dat begin. Dit keer wil ik een mooi beginnetje hebben. Oh, nee. Dan moet je me ook wel een beetje daarin steunen. Nee, buitenspel, wel zeggen. Dat ga ik niet meenemen als het door mag. Penalty! Serieus, nu al. Dit is leuk. En hij krijgt rood. Lekker. Meteen al spelen van ze eruit. Dat vind ik goed om te zien. Dat is leuk. Oké. I say, I'm ready. I'm going for it. This. Oh! Nice. Oké, dat is al een mooi begin. Zijn we gelijk al een rode kaart pakken. Wij hebben al een score dankzij een penalty. Dat is goed. Dat is echt goed. Ook te bedenken dat dit een bekerwedstrijd is. Die had hij eigenlijk aan moeten zien komen. Zie hoe die valt ook, hè. Kijk. What? Gwhat? Are you serious? Oké. Let's go. Let's go. It's me, Mario. Oh ja, daar gaat hij. Oh, kut. Dat was leuk geweest als hij erin ging. Dat zag er leuk uit. En hij heeft de bal. Nou, oh mijn god. Chris, waar zat je met je hoofd? Wat doe je nou, man? Waar zat die gozer met zijn hoofd? Dat denkt hij zelf nu ook. En van waar zat ik met mijn hoofd? Dat kon je aan zijn gezicht zien. What the fuck? Wat de fuck deed ik? Waar zat ik met mijn hoofd? Dat dacht ik. Ja, hey, vriend, please. Oh, alweer. Hier geeft hij zeker wel geel voor, volgens mij. Dat zou ik leuk vinden, hoor. Ja, kijk. Wat bedoel ik al, geel. Zie die tackle dan? Ja. Alweer een penalty, hè? Oh, oeps, nee, die gaat er niet in, Maakt niet uit. Nou, het is wel jammer natuurlijk, maar ik... Als het zo doorgaat, komt er nog wel een penalty. Wat was dat voor een actie? Oh my fucking god! Geel. Weer geel. Volgens mij. Ik hoop dat hij hier weer geel voor gaat geven. Nee, ik denk het niet. Nee, laat maar. Nee, dat gaat hij niks voor geven.
2-0. Ik had gewoon 3-0 kunnen staan alleen nog op penalties. Dit is gewoon te makkelijk tegen. Je wint van ze door alleen maar penalties te nemen. Want die geven ze je zo cadeau, weet je. Ik ga lachen als ik weer een penalty heb. Nou, hoewel nee, dan ga ik janken, want dat vind ik gewoon triest. Heb laten hem uitgaan. Ging nu nou serieus op zijn bek. Hup, weg met die bal. Wauw. Dat was gewoon een wauw. Van... What? Gwhat? Vijf minuten blessuretijd. Zo. Dat is niet waar. Oké. Dit was een beetje te makkelijk, al zeg ik het zelf. Maar we hebben nog een helft. We hebben nog een helft te spelen. Er kan veel gebeuren in de helft. En oké. En ik ben dan weer naar... Oké, dat was zielig. From this moment I can miss them. I really can. Ja, pak die, ik wou zeggen, pak die verdomde bal dan, man. Nee. Dankeschön voor das bal. En natuurlijk geef ik hem gelijk weer weg, daar ben ik voor. Alsjeblieft een kerstcadeautje, de bal. Oké. Oh, fucking close. Oké. Mijn speler is prima goed in... Prima goed in balletjes tegen de lat aan tikken. Is hem opgevallen. Huh? Dat was best komisch. Wow, stond Noorden is nou serieus een 1. Dat is zielig. I'm seriously, dat is gewoon... Oh! Hij flikte het hem ook nog. Een keer gescoord wat niet uit een strafschop was. Dat was nice. Chris Prometheus. Pro Life. In ieder geval, hij flikte het hem. Wisselen. Zelfs gelijk al mijn wissels. Oké. Oh, dankjewel dat je de bal gelijk weer aan me teruggeeft, maar ik verlies hem toch niet.
van mij zijn deze gewoon slecht. Ik zou weer met 3-0 voor. Twee door strafschoppen. Ik bedoel, vandaag ga ik gewoon lekker. Of mijn tegenstander zijn gewoon fucking slecht. Wat nu weer? Weer kloot voor overtreding zeker, hè? Dat dacht ik al. Wat dacht hij daarmee te bereiken? Dat is op het moment mijn vraag. Heb je wat van mij? Dus ga dit serieus dezelfde uitslag worden? Dat ga je niet menen. Zie je dat gezicht dan? Ja, het lukte me. Ik heb een punt gemaakt tegen hem. We kunnen dit nog winnen. Dat is zo keek hij echt van. Ja! Wat? Gwhat? Een moedige keus. Maar extreem falend. Zelfde fucking uitslag gewoon. Ongelooflijk. Maar weet je, ik ga ermee akkoord. Want het blijft voor mij een winst. Dat was een mooi moment. Het valt nog mee dat ze maar één rode hebben gekregen, maar. Ja. Ja. Oké, we doen het nice. En maar we gaan er voor nu in ieder geval mee stoppen. Ik ga wel even kijken hoe het staat met mijn carrière. Wacht. Doelstellingen. Dat bedoel ik. We zijn al mooi bezig. En ja, weet je wat? Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Als je het wel genoten doet, duimpje omhoog. Geef niet van Twitter of op Instagram. Criso 2002. Abonneer op Comedies Live. En als je wat zegt of vragen, laat een reactie achter. Later!